Dat was net als dat mijn rijbewijs. Toen vroeg ik aan die dame van die pasfoto. Ik zeg, kan ik één pasfoto te maken? Nee, zegt ze, minstens verder. Ja, dat kan wel weggooien. Ik zeg, want ik ben nou 91 in de volgende, dan ben ik 96. Nou, als ze een rijtje van drie, ik zeg, nou, dan kan ik 101 overhalen. Als mijn rimpels een beetje meevallen. Ik zeg, geef me dat dan maar niet. Nou, ik heb in de jaren 50 heb ik gereced, gewoon ook met zo'n Filius motor. En na mijn pensioen, en toen ben ik een keurige huisvader geworden. Ik heb zelfs geen motorblad meer. Ik ben helemaal netjes, vrouwtje, kindje. En toen kwam ik met pensioen en toen kwam ik hier weer mee terecht. Toen hoorde ik opeens van klassiek en dit. Nou, het was een warm bad dat we daar weer in doken, want het was weer als van oud, zou ik maar zeggen. En veel gesleutel met de knip dicht. Want ik word geacht een handig jongen te zijn. Ik heb namelijk mijn opleiding gehad tot motorrijwielhersteller. Dat is in de jaren 50 dan. Ja. En daarna konden we ons brood niet meer verdienen in de motoren. En toen zijn we dus in de auto's gaan werken. Maar wel steeds in de techniek. En je hebt hier bij de vereniging een goede vakslager of weet ik veel. Nou, die jongens staan natuurlijk even anders tegen de techniek. Nou, dan kun je kijken of je kan helpen. En alles met de knip dicht natuurlijk. Maar er zijn nog zat van in de, voorbij de 80 hoor. Die ook nog rijden? Ja, actief, ja zeker. Ja hoor, voorbij de 80 hoor, want er zijn er meerdere. Ja, maar dat is niet voorbij de 90. Nee. Nou ja, nee. Maar ik ben ook de excuuspoes voor de club, hè. Dan gaan ze bij de wethouder en dan gaan ze zeggen, we willen hier demo races organiseren. En met oude motortjes, wat oude mensen, ja, over de 90. Dus, zit hij in oude dan? Dan zal dat wel meevallen. Ja, inderdaad. En dan krijgen we toch wel weer toestemming. Ja, dat is niet wel. Nee, ik had ook Mondial, had ik ook. Gehad heb ik met me verkocht, want ik had 11 van die dingen en er stonden er 5 in de huiskamer. Dus weet je, het is, als dit ding nou leuk is, dan is die fiets waar ik vorige week mee reed, een Stornellootje, ja, wat moet je daarmee doen? En in de garage heb ik ook geruimte. Ja, precies, dan wordt het te veel op een gegeven moment. Dan moet je de tank eraf en dan moet, nou, maar dan zet ik hem in de huiskamer natuurlijk, maar als hij in de huiskamer staat, ja, dan schiet ik ook niet op. Dus ik moet die dingen ruimen, hè. Ik moet ze kwijt natuurlijk. Nou, die Mondial die heb je uiteindelijk naar België verkocht. Ja, leuk. En die zat een aluminium badkuip omheen. Die heeft je helemaal zelf geklopt en zo gezegd. Dus het is wat dat betreft gekregen heeft. Op deze leeftijd gaat de klink niet meer. Dus je krijgt geen visite meer. Ja. En mijn vriendjes en vriendinnetjes waar we vroeger even naartoe reden met een bak koffie. Of met een maat waar je nog eens een rondje... Dat is er allemaal niet meer. Dus nou moet je er zelf uit gaan natuurlijk. Ja. Want anders gebeurt er niks. Dus want daar is mijn slaapplaats, mijn kookplaats, hier mijn racer ernaast. En daartussenin nog mijn spartemetje. Dat wist ik ook niet totdat we het nodig hadden. Ja. Wat denk je dan? Daar kan je tussen zitten, dan haakt hij niet. Want anders haakt hij daar en haakt hij. Hoe kom je op het idee? €6 geïnvesteerd en een paar klappedalen. Hoe kun je er zo rijk mee zijn? De deur op van een Lambretta GLS. Maar wel een echte valse. Deze motor. Die is, heb ik gebouwd in de loop van een jaar of 6, 7. En die 6 weken geleden is hij van de zolder afgekomen. Heb ik de kinderen geholpen me
de trappen naar beneden. En hij voor dit keer, voor de eerste keer rijdt hij. Dus ik weet nu pas of hij schakelt, of hij rent. Of hij een beetje rechtdoor gaat, dat hij niet te bibberig is. Maar ik moet zeggen, ja, de aloude baas is tevreden. Ja. Dan pak ik de achterlaatste groep. Dan kan ik rijden en dan kan ik even kijken. Kan ik even goed stevig in de remmen knijpen. Hoe werkt het? Want vervelend als je hoek opkomt en je hebt te weinig remkracht. Dus dan kun je eventjes wat proberen. Geweldig. Dus wat kunnen de mensen zo nog treffen? Classic Racing Team. Even kijken hoor. Heb ik nou mijn bril op? Nee, die heb ik niet op. Ik heb hem nog niet. Nee, we hebben die nog gelaten. Heb je er eerst? Oh ja. Ja, je hebt winkel nog, geloof ik, of niet? Van de CRT. De boeken zullen het wijzen. Schagen. Ja, hebben we gehad. Heb je een lijstje van gehad. CRT? Haal hebben we gehad. Dat is HMV. Zeeland, dat is dit. Ja. En daar gaan we naar een mail. Dat is dus samengegaan. Vlachtwedde. Oh, dat is ver. 20 augustus. Wat is dat? Helemaal in het noorden. 20 augustus is vandaag. Ja, dus dat... Dat kan niet. Dat klopt dan ook boekje, niet. De kleur klopt niet. Oh, wacht even. Dit klopt. Dit is hoog halen en dan is dat niet van dit jaar. Oud boekje. Ja, dat is niet van dit jaar. Dan weet ik het niet.